Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park on the Spawn. Het is vandaag de volgende video van Dino Royale, maar eerst. Ja. Gaan we eens even over de parking cruisen. What the fuck? Maar die komt eraan gevlogen naar Elytra. Oh! Maar jij gaat. Daar gaan we. Ja. Mensen, wat is dit? That's right. Dus waar je al van in het begin zat hij al maanden op te zagen. Bouwfabriek. Bouwfabriekje van mij. Yes, you got it now. Voor mij. Hier is niet goed, Jens. Zo. En hier is... What the fuck doe je? Een I. Een punt op de I. Nee. Oké, broeders en Jens. Hier binnen bevindt zich alle treinen in mijn werkplaats. Ja, hier hebben we onder andere... model, dat zien jullie niet. De stoomtrein, maar ja, dat is het enige model hier. Ja, goed. Ja, daar zou de model van de bobsled moeten komen als hij nooit kan komen. Pak modellen. Oké, ga verder. Dive Coaster Rapid Spookhuis. En hier is de Wing Coaster, die kunnen we laten zien gewoon. Dat is voor Viking. Dat is coming soon, broeders. De Enterprise. De Fafnir. En dit is van de Area, de Frisbee. Zwijfmolen. En dit is de Powered Coaster van Dino Area. Die zullen ze beet laten zien in de play-out. Ja, maar niet, we gaan er niet spawnen, hè. Nee. Topspin, boomstam. Oh, een bootje. Ja, boomstam, dat is ook goed. Ja, die komt ook in het gebied. Hier is de free fall, dat is voor nieuwe tijd. Uitkijk door. En er wordt een nieuwe trein ontwikkeld, hè, Jens? Of moet je nog weer laten zien? Welk? Ja, hier binnen. Kijk, hier. Dit wordt... Dit wordt de volgende traan. Over de hangende. Hier, kijk hier. Ja, over de hangende, ja. Is gewoon... En kijk wat er daar staat. Ja, hier is nog de take op, it's right. Wacht, tape bij YouTube. En hier staat fast rides. We staan niet, maar kom. Is dat fast rides? Ja, boeien wat er staat. Oké, dat is dus de fabriek. Onnodig, ja. Onnodig, gaan we maar... Gaan nu naar de jungle. Naar Dino Area. Oké, hier zijn we weer. We zijn hier weer aan de mooie poort. En blijf er vanaf. Ja, ik gebruik die altijd. Oké. Er staan allemaal goldblocks voor de muziek van het gebied. Okay, dit is al lang klaar, de Dino Tempel. Dit was in de vorige video in bouw. Die is nu ook helemaal gereed. Het hele gebied is gereed, behalve de hangende achtbaan moet er komen. Hier is de Powered Coaster. Ja, die trein heb ik net gezien dus. Die ook, die werkt ook al en die gaat echt twee toeren, gelijk als een dicht. Ja, echt nice. Hier is de... Nog een paar verbeteringen in de grot. Frisbee. Ah ja, Frisbee, die werkt ook. Ja, en dan hier is de poort naar Gouden Eeuw. Komt het gebied erachter. Stoomtreinstation, souvenirwinkel. En ja, hier is nog een gras. En hier komt dan nog de hangende achtbaan. Maar Golden Age is wel Golden Century, maar dat boeit niet. Ja, dat boeit nu niet. Dabij Eagle Tuber. Dus dat is het. En Mercedes is een van de mooiste gebieden, man. Ja, dat ze door middel van die leaves daar zitten te wapperen in de wind. Gewoon een goede sfeer, man. Echt een bos. Ik zie graag bos, Jens ziet graag gebouwen, dus ja. Nou, ik vind... Jens, blijf duizend en nacht zijn favoriet. Het mooiste, ja. Favoriet. Ja. Mooiste. Ik vind dit ook wel echt mooi. Mooi hoogteverschil, dat vind ik goed, want in Park Flying Eagle hadden we dat niet, echt. Ja, dat is alles was vlak daar. Dus ik krijg ook wat reacties op. Haat. Ook de trein die gaat er heel mooi rijden door die jungle. Ah ja, die ga ik nog verbinden, dat is ook al klaar. Dat was voor onze laatste attractie, spijtig genoeg.
En de volgende, het volgende gebied wordt dan een nieuwe tijd. Het is nog duidelijk in welke volgorde de volgende gebieden nog gebouwd worden. Eerst is het nieuwe tijd na deus, daarna is het Viking, dan is het Ice Age, dan Gouden Eeuw en als laatste Fantasy. Ja, dan ga je daar ook in de juiste volgorde zetten, dus geen zorgen. Ik kan die volgorde nog veranderen dan, maar we staan nu nog anders. Verder in het menu staat Dino Rail, dus op pagina 2. De hangende nachtbank kan er ook wel bij nu. Ah ja, dat komt er ook nog bij. Er komen er 4 rides en een show in dat gebied in totaal dus. Ja, en de show is, die staat bij shows op het allerliste, bij de allerliste name tag hier Dino Temple. Ja, een nice show mensen. Die gaan we in de volgende video doen denk ik. Ja, de volgende video is de openingsvideo. Ja, dat moet wel lukken zijn om die hangende achtbaan en de muziek af te krijgen tegen die tijd. Ik zou voor op de 10e opengooien ofzo. Of vrijdag. Vrijdag ja. Misschien best. Ja. Ik moet ook nog een trailer. Er moet nog muziek gefixt worden en er moet nog een hele ride gemaakt worden. Dus ik kan hem niet erop gaan. Want... Ja, en ook nog een trailer. Dus, ja, de trailer komt ook nog. Dus ja. Het zal voor het begin over 2 weken zijn of het einde van volgende week. Ja, we kunnen beter eerst de trailer online zetten en dan nog even wachten. Niet de dag erna. Inderdaad, mensen. En als de trailer, dan ga je ook de rides al in werking zien, denk ik dan. Bij de eerste trailer was een goed succes, maar ja, echt veel bezoekers zijn er nog niet over de vloer gekomen hier. Raar. Ja, maar mensen, kom gewoon online. Het is een leuke server. Ja, en creatiever dan Krefijnger. Je vindt er attracties die je nergens anders vindt. Wil Powered Coaster hebben al gezien in pretparken? Wat bedoel ik? In Minecraft servers. Wat is eigenlijk die bergattractie van Krefijnger? Wat is dat eigenlijk voor een tippen? River Canyon Railroad. Ja, wat is dat voor iets? Een maantrein. Big Thunder Mountain. Ah, jammer mensen, dat zijn oncreatieve zaken. Die zie je veel te... Die komt er veel te veel tegen. Er zijn zoveel Disney servers en natuurlijk staat er een Big Thunder Mountain. Dat was wel cool. Inderdaad mensen, dus join de server voor veel plezier. Craventure gaat nu die parachute vervangen door een Dumbo molen, what the fuck. Maar ja, dat was dit de video in Dino Rail voor deze keer. De volgende video opening. Dus, like en abonneer en ciao. Later.